Shalom, dear friends. Shalom, goede vrienden. I can say shalom, family, yeah? Shalom, familie. First of all, I would like to give all of the glory for my heavenly Father. Ik wil om te beginnen graag alle eer geven aan mijn hemelse Vader. During the 20 years, Lord, give this wonderful mercy to be in Aliyah work. 20 jaar lang nu geeft God mij die bijzondere genade dat ik betrokken mag zijn in het mooie werk van Aliyah. 20 years ago, you even not understand how it could be. 20 jaar geleden had ik er geen notie van hoe dat zou kunnen. I came to the church in 1993. Ik kwam in 1993 in de kerk. Just after when the iron curtain broken. Nadat het ijzeren gordijn was neergehaald. And I really remember as it was yesterday how Lord spoken to my heart. En ik herinner me als de dag van gisteren hoe de Heer tot mijn hart heeft gesproken. And put this desire to serve to the Jewish people. En een verlangen in mijn hart legde om het Joodse volk te dienen. To say it was easy, no. Is te zeggen dat het makkelijk was, nee. To say it was too heavy, also no. Het was te zwaar, ook dat niet. Because it's written that my ik, I will give the ik, it's not heavy, my ik. Er is geschreven dat wat ik geef niet zwaar is. But I could see God's hand upon all of this wonderful process, Aliyah. Dus ik ervoer dat in dat hele wonderlijke, mooie proces van de Aliyah. This morning. We say goodbye, this team, our team in Kiev, say goodbye for the youngest Olim during the 2 years. Vanmorgen nam ons team in Kiev afscheid van de jongste Olim, de jongste nieuwe immigranten in de laatste 2 jaar. Because of this terrible situation with the war continue. Vanwege de verschrikkelijke situatie, de oorlog die maar voortduurt. We continue to work in this project shelter. Gaan wij dus door met het project dat ze shelter noemen, dus onderdak. And 1 month ago, family Katz. Een maand geleden, de familie Katz. Came to us. Kwam bij ons. Because Sachnut said, Jewish agency said, can you accommodate them? De Jewish agency vroeg, kun je ze onderdak geven? They came from the war area, from Lugansk. Ze kwamen uit het oorlogsgebied, het oosten van Oekraïne. And 2 months for daughter, Kira. Een dochter van Kira van 2 maanden. Have no work, of course. Ze hebben hadden geen werk natuurlijk. Mama just after the have a baby and papa have no work. Moeder had pas een baby gekregen, dus vader had geen werk. And they would like to go to Israel. They need to wait a little bit, but they have no money for accommodation. Zij wilden graag naar Israël. Ze moesten nog een poosje wachten, maar ze hadden geen geld voor onderdak. So I can say during 2 years we saw this youngest Olim, this Kira. Dus in de laatste 2 jaar zagen we deze jongste Olim. And the Kira. Oldest man almost 90 years old. En de oudste man was bijna 90 jaar oud. And during 2 years, I can say that more than 1,500 Olim came to our house. In de laatste 2 jaar zijn meer dan 1,500 Olim, dat zijn dus nieuwe immigranten in ons huis, dat is shelter, onderdak gekomen. You know, you can say that we could be like, you know, transport company just to bring them to airport. Je zou kunnen denken dat wij alleen maar een transport, onderneming zijn. We brengen ze naar het vliegveld. Or just we can give the hostel service for the people, just accommodate them, but en not. We kunnen ze wat service geven, wat onderdak geven, maar dat is het dan. But really not. Maar dat is niet zo. You know why? Waarom? Because it's unique opportunity to speak to their hearts. Het is een unieke gelegenheid dat we tot hun harten kunnen spreken. It's easy just to invite them to bus and just bring them, say goodbye. Niet alleen May maar Lord bless ze you. Uitnodigen om in de bus te komen en dan te zeggen, nou, de groeten, God zegen je. They came to our house, most of them, like a dry tree. De meeste van hen kwamen bij ons als een uitgedroogde boom. Could not speak. Konden niet meer praten. 9 years girl forget how to smile. Een meisje van 9 jaar was helemaal vergeten hoe ze moest lachen. Praise Lord, now she is in Or Akiva in Israel now with the family. Gelukkig, dankzij God, is ze nu in
bij haar familie in een kibbutz in Israël. So this is a unique opportunity to speak comfort. Comfort. It's written twice. Comfort. Comfort. Dus dat is een unieke gelegenheid om uit te spreken. Troost, troost, zoals het ook twee keer geschreven is. Troost, troost. And sometimes I'm like a retreat. It's 17 people together in one house, 3 times meal per day. Soms ben ik ook een uitgedroogde boom. You like a guest at your house, yeah? You like a guest. Met zoveel gasten en zoveel For drukte. For how long you like this? Hoe lang hou je Three dat vol? Days? 1 week? 2 dagen, een week. But not relatives, people which came and you don't know them just before. Het zijn geen familieleden. Ze komen bij je en je kende ze van tevoren niet. In this case, I have a room and I can close my door and go to my father and ask about Mostrate. In zo'n geval, ik heb mijn kamer, ik kan de deur op slot doen en tot mijn vader gaan en bidden. Whenever since start we came to the empty house. Toen we begonnen, kwamen we in een leeg huis. Some of you I could see your faces been in this house, in the shelter. Ik zie sommige mensen hier die in de shelter ook geweest zijn. And this is three levels house. 3 niveaus, 3 verdiepingen. Now this is 29 places to stay. Er zijn nu 29 plekken om te verblijven. And as I came, it was empty. En toen ik kwam, was het leeg. But as I said, we are family. We are really family. Maar zoals ik zei, wij zijn echt familie. Matrasses, praise Lord for God, came from Netherlands. Matrassen kwamen, dankzij God, uit Nederland. Bedding came from Netherlands and from Germany. Bedden kwamen uit Nederland en uit Duitsland. The Jewish organization has asked we need a blanket for the refugees. De Joodse organisatie vroeg om lakens voor de vluchtelingen. And I can call to the different people and ask, can you help this? Can you help this? En ik kon verschillende mensen bellen om te vragen, kun je me hiermee helpen? So the people help us from different countries. Dus de mensen helpen ons ook hiermee. And we continue to visit families. En wij blijven doorgaan met het bezoeken to go van families. To Israel, they need international passports. Om naar Israël te gaan, kunnen Most gaan, of hebben, them ze have een, no. hebben ze een internationaal paspoort nodig. It's €40 for the passport. Dat kost €40 per paspoort. Just to compare, my mom have a pension €40. Om een vergelijking te maken, mijn moeder heeft een pensioen van €40. It's quite a lot of money for the elderly people just to pay for the passport. Het is een groot bedrag voor oude mensen om daarmee het paspoort te betalen. So we organized this process to them. We brought them to the passport department to pay for them. Dus wij brengen ze naar het loket waar ze het paspoort kunnen krijgen. We betalen voor ze. Some of them need to prove their Jewishness. Sommigen moeten bewijzen dat ze Jood zijn. And it is quite a difficult process. En dat is soms een redelijk moeilijk proces. And also they should pay money for the notarius, for the lawyers. En zij moeten dus betalen voor de advocaten, voor de notaris. And it could be sometimes from 20 euro till 100 euro. You know, it's different of the. Kan variëren van 20 tot 100 euro. Yeah, 20. So and after that they need to be in a consulski checking minimum twice time minimum. So we to the consulski checking, that just to check on the Israeli ambassador. Okay, ze moeten dus 2 keer naar de Israëlische ambassade. So we gave to them our transport. Dus we geven ze transport. So quite interesting life now. Dus het is echt een interessant leven nu. In January, February, it was a little bit less because of it was like quite period in the war. In januari, februari was het wat minder druk, Koen omdat het een bit redelijk rustige situatie in de oorlog was. Yeah, I hope Koen a little bit explain more about the situation. Koen zou daar wat meer in over de situatie vertellen. But the practical, really, without you, it will be really impossible. Maar echt waar, zonder u zou het allemaal echt onmogelijk zijn. A couple weeks ago, we visited a family in close to Kiev. Een paar weken geleden bezochten we een familie dicht bij Kiev. 70 kilometers from Kiev. 70 kilometer van Kiev. And I came to the flat. Ik kwam in hun flat. Young family. Jong gezin. About 50 years old, she and he. 50 jaar oud. And man sitting in the invalid chair. Een man zat in een invalide stoel. What's happened? Wat was er gebeurd? It's accident. Een ongeluk had hij gehad. And they start to explain for me that we are ready to go to Israel, but happened this accident.
Ze legden me uit, we waren klaar om naar Israël te gaan, maar toen gebeurde dit ongeluk. And we have spoken a little bit, I encourage them. That's... We hebben wat gesproken, ik heb ze bemoedigd. And after that they said we could not now go because we spent a lot of money for the medicine. We kunnen nu niet gaan, zei ze, omdat we heel veel geld hebben moeten uitgegeven voor de medicijnen. And we still have the 500 about 500 euro for the electricity, for the gas, for the. En we hebben nog steeds 500 euro ongeveer nodig voor elektriciteit en gas en zo. The name of the family Jacobson. De naam van de familie was Jacobson. Jacobson. Jacobson, de zoon van Jacob. And I'm thinking very quickly, okay, son of Jacob, something wrong here. Ik dacht, hey, zoon van Jacob, iets verkeerd hier. Son of Jacob should be in Israel, not close to Kiev in the village. De zoon van Jacob moet in Israël zijn, niet in Kiev. And I write reported for Koen. Dus ik heb bericht gestuurd aan Koen. He said we should think about that. Of course, it's not in the budget, but maybe we can think in how to manage we this. We moeten daar eens over nadenken. Het zit niet in ons budget op het moment, maar we moeten erover nadenken hoe we dat klaar kunnen spelen. So he informed the office and next day. Yeah, it was actually the 24 hours, how Lord answer. Hij berichtte dus hier aan het kantoor en direct kwam er eigenlijk een antwoord van God. It is his main important to remember. Het is geweldig belangrijk. I think for all of us. Voor ons allemaal. Lord never forget what he promised to the Jewish people. God zal nooit vergeten wat hij het Joodse volk beloofd heeft. From the book of Genesis to the book of Revelation. Van Genesis tot Openbaring. Everything what he promised, it should be like he said. Wat hij beloofd heeft, wat hij gezegd heeft, dat zal gebeuren. I would like to close with a very short testimony about the woman which will be on the movie. You will see her. Ik wil een kort getuigenis nog geven over de vrouw die u op de film zult zien. You will see this woman, her name is Tzila Koifman. Tzila Koifman, dat is de naam van de vrouw die je zult zien. The dearest family visited this her with us. De familie hier heeft haar ook bezocht met ons. A few years ago, we visited her at house, and after that, few months later, she died. We bezochten haar een poosje geleden en een paar maanden daarna overleed ze. We came, you will see on the video how the situation, how she lives like, but... Je kunt op de video straks zien hoe de situatie was waar ze in leefde. Lord gave to me something very soft for her heart. Maar de Heere gaf mij een heel goed gevoel voor haar in mijn hart. And I said from my heart, I touch her hand, very dirty, very terrible. That's... En ik raakte haar hand aan, eigenlijk een hele vuile hand. I said, we love you and your father never forget you. Ik hou van je, wij houden van je en je vader zal je nooit vergeten. And we go home after that. En daarna gingen ze naar huis. And a few months later, I heard that she died. Een paar maanden later hoorde ik dat ze overleden was. I sitting in the bus and I thinking. Ik zat in de bus te denken. She was alone all of her life. Ze was heel haar leven alleen. Lives alone in the terrible circumstances. Leefde alleen in verschrikkelijke omstandigheden. And Lord's gave to me this understanding that we was the last one and only one who have this possibility to say this word to her. En ik realiseerde mij dat God het mij gaf dat ik de laatste was en de enige ook die haar deze woorden kon toespreken. May Lord bless you. Mocht de Heer u zegenen. Thank you for your prayer. Dank u voor uw gebeden. We really need this fuel, the name prayer. We hebben heel zeker die brandstof nodig dat gebed heet. Thank you very much. Dank u. Dank u. Goedenavond allemaal. Het is altijd leuk om eventjes terug in Nederland te zijn. En tussendoor wat eventjes kort in Brugge. Maar we zijn net terug. Vorige week waren we op de eerste familiedag in Ede. En daarna zijn we vertrokken richting Oostenrijk. En we hebben daar deze week drie. Voor de eerste keer waren we eigenlijk in Oostenrijk. En we mogen vertellen in drie plaatjes. Freistadt, dichtbij Linz. En ook in Wenen. En gisteravond in Bad Inch. In de Baptistenkerk. En we mogen vertellen over ons Alia-werk. Het werk dat we mogen doen in de Oekraïne. En dat was voor de eerste keer dat de kerk deze boodschap ook heeft gehoord. En er was heel veel belangstelling, er was ook heel veel vragen. En toen ik had voordien gevraagd aan Marie-Louise, die daar verantwoordelijk is voor ons werk van Christen voor Israël in Oostenrijk,
wil je de laatste avond niet te ver van de Duitse grens doen, maar we moeten de donderdagavond in Nijkerk zijn. Maar op een of andere manier was dat niet zo goed gecommuniceerd of overgekomen. Dus toen ik vanmorgen de GPS intikte van Bad Inch naar Nijkerk, zag ik 984 kilometer. Nou, wij overnachten bij dat Baptisten-echtpaar. Ze wonen in een groot huis. En ze zeggen, nou, morgen gaan we lekker om 8 uur... deze morgen gaan we lekker om 8 uur ontbijten. Ik zeg, ja, sorry, de planning is toch anders. Want we moeten in Nijkerk zijn. We gaan broodjes smeren. We vertrekken deze morgen om 5 uur. En dat hebben we ook gedaan. We hebben lekker doorgereden. Natalia en ik afgewisseld. En we waren hier al om 4 uur. Dus dat is toch mooi, ja? Ja. Ja. Twee jaar geleden waren we hier, ook op de Israëlcursus. En ook in die 2 jaar is er enorm veel veranderd. Ik zie heel veel mensen die ik ken, of van in Nederland, of sommige van in Israël. En ik zie heel veel gezichten van mensen die al even met een werkreis in de Oekraïne zijn geweest. Ik wil toch even een vraag stellen. Wie is er al in Israël geweest? Steek even je hand op. Oké, dat is bijna iedereen. En wie is er al in de Oekraïne geweest? Ja, toch een hand of 12. Oké. Dus, de rest komt dit jaar. Wat blieft? De rest komt dit jaar. Wel, we hopen in het najaar nog enkele werkreizen naar Oekraïne te organiseren. En we hopen dat er altijd mensen komen uit Nederland en België. Maar in mei hebben we werkreizen en dan komen er mensen uit Duitsland, jongeren en ook een groepje uit Italië. Dus daar kijken we echt ook naar uit, omdat natuurlijk in de Oekraïne wordt altijd geconfronteerd met het verleden en de toekomst. En eigenlijk, we zijn nu 2016 en in 1986, vele mensen kennen mijn getuigenis, sommigen ook niet. Maar ik denk ook dat er heel veel mensen thuis kijken en die het eigenlijk misschien ook voor de eerste keer horen. Maar ik wil toch kort eventjes vertellen. Ik ben opgegroeid in Vlaanderen. Eigenlijk hadden we weinig met het geloof. Maar een vriend heeft mij op een eenvoudige manier het evangelie uitgelegd. En toen is eigenlijk mijn interesse gekomen om de Bijbel te lezen, bestuderen. En toen was ik ook dan op een Israël-conferentie. Het was 1986, het was nog het ijzeren gordijn. En toen hoorde ik ook voor de eerste maal iedereen dat er daar was. En het is een bekende Bijbelvers, en dat wil ik eventjes toch lezen met jullie. Uit Jeremia 16. Het is een heel bekende Bijbeltekst. Dat heeft de profeet Jeremia ongeveer 3000 jaar geschreven in vers 14, 15 en 16. Daarom zie de dagen komen, luidt het woord des Heeren, dat niet meer zal gezegd worden, zo waar de Heere leeft. Die de Israëlieten heeft doen uit het land Egypte, heeft gebracht, maar veel eer, zo waar de Heere leeft. Die de Israëlieten heeft doen optrekken uit het Noorderland en uit al de landen waarin hij hen verdreven had. Ja, ik zal hen terugbrengen in het land dat ik aan hun vader gegeven had. Eigenlijk, als er iets is wat we allemaal weten, gelovig of niet, Jood of niet, dan weten we over die uittocht uit Egypte. Dat is een bekend verhaal, dat weten we allemaal. 600.000 man, vrouw en kinderen niet inbegrepen. Dat was eigenlijk een uittocht van 2 miljoen mensen. En dat wordt elk jaar gedacht met Pesach. Maar hier staat er ook duidelijk, er zal een tijd komen, maar zal daar niet meer over spreken, maar men zal spreken uit de uittocht van het Noorderland en de rest van de wereld. En toen wordt op de conferentie ook gezegd, je moet je nadenken, 30 jaar geleden, 1986, waar is het Noorderland? Wel, dan sta je met je voeten in Israël, dan ga je naar het Noorderland en dan kom je in de Sovjet-Unie terecht. En wat weten we allemaal van de Sovjet-Unie? Het was een communistisch systeem. Je kon er niet in of je kon er niet uit. De kerk ging ondergronds. Of was je geloven, je kon in de gevangenis terechtkomen. En Natasja Sharansky, die hier vorige week hier was, omdat hij wilde emigreren naar Israël, hij kwam 9 jaar in een gevangenkamp in Siberië terecht. Het communistisch systeem was
goed voor de mensen. Iedereen was gelijk. Mijn vrouw heeft me heel veel verteld over het communisme, over haar ouders, wat het was in die tijd, hoe het was, met haar grootmoeder, met de situatie. Hoe haar grootmoeder ook in het, door het veld in het verborgen naar een kerkje ging. Door de velden met een paar andere vrouwen daar ging om te gaan bidden. Heel veel gehoord. Maar het was ook systeem, er was geen vrijheid van geloof. De synagogen werden gesloten. Je mocht niet naar de kerk gaan en je mocht eigenlijk ook geen Bijbel in huis hebben. Dus het systeem was eigenlijk, aha, jullie Joden, wij weten dat jullie willen weggaan. Wij weten dat jullie willen naar Israël gaan. Maar wij beslissen over jullie toekomst. Wij zeggen wat je wel en niet mag doen. En wij willen handelen als God. En wij vertellen jullie wat je wel en niet mag doen. Dus, hier staat er duidelijke verwijzing dat er toch een tijd zou komen dat dat Noorderland, de Sovjet-Unie, op een of andere manier zou verdwijnen. En dat, dat hebben we allemaal mogen aanschouwen in 1991. Dat is nu 25 jaar geleden. Dat 1989 was het val van de Berlijnse muur. 1981 plotseling viel daar het ijzeren gordijn. 1991. En plotseling was er vrijheid voor de mensen om te doen. En veel mensen wisten niet goed of wat. Maar het zijn twee belangrijke dingen eigenlijk toen gebeurd, toen de Sovjet-Unie, toen dat ijzeren gordijn viel. Toen is eigenlijk het evangelie in alle vrijheid mocht verkondigd worden. Mensen konden kiezen, geloven of niet. Toen zijn er eigenlijk in een korte tijd heel veel mensen eigenlijk tot geloof gekomen. En plotseling was ook die vrijheid dat Joden de Sovjet-Unie mochten verlaten en naar Israël mochten emigreren. Dat werd allemaal mooi verteld, stap voor stap, op de Israël-conferentie. We hoorden dat en mensen twijfelden, zou dat wel gebeuren, de Sovjet-Unie, zo'n sterk blok. Maar er werd ook bijverteld, als dit ook gebeurt, dan zijn het ook als gebeurd, nou, mooi om het allemaal te zien, mooi hoe de Almachtige dan die zijn volk zal terugbrengen. Maar er werd erbij verteld dat ook de Heere zal mensen uit verschillende naties roepen om daarbij betrokken te zijn. Volgens Jesaja 49, 22. Ik heb dat even gecontroleerd met de religieuze Jood. En die vroeg, toen ik al in de Oekraïne was, wat doe je? En ik zei, ik doe dat werk. En één Jood zei tegen me, ik vind het toch maar een beetje vreemd wat jullie aan het doen zijn. Maar ik zei, ja, het komt eigenlijk uit jullie tenacht. En hij controleerde die tekst met de rabbijn. En de rabbijn zei, ja, die jongen heeft gelijk. Als het er zo in staat, dan zal het ook gebeuren dat niet-Joden betrokken zijn bij de uittocht. Ja, maar die man zei, ja, maar ik geloof het niet. Dus die rabbijn moest dan eigenlijk ze tenacht uithalen en dan eigenlijk het ook tonen. En toen zegt hij, oh ja, ja, nu geloof ik het en nu zie ik het ook. Dus eigenlijk, maar toen heb ik eigenlijk heel eenvoudig gebeden, Heere, als die uittocht komt, daar wil ik ook dan ook bij betrokken zijn. En toen ben ik in 1994 vertrokken. 6 jaar als vrijwillige buschauffeur daar gewerkt. Teruggekeerd naar België. Ik zat in een familiezaak. En in 2004 voor de tweede keer teruggekeerd. En het werk langzaam opgebouwd. Natalia kwam erbij, nog verschillende mensen. En nu zijn we eigenlijk met een team van ongeveer 20 mensen en 7 minibusjes. En in samenwerking met het Joods Agentschap en de Israëlische ambassade. Die weten precies wie wanneer vertrekt. Zij betalen voor het vliegtuigticket en de integratie in het land. En wij zeggen, oké, wij zorgen voor het gratis vervoer. En zo is er eigenlijk door de jaren heen een hele mooie samenwerking ontstaan. Maar het was altijd min of meer een beetje op de vlakte. Een andere tekst uit de profeet. Er zijn ongeveer 800 bijbelteksten in het Oude Testament die spreken over de terugkeer.
En in Zacharia 2 staat er ook dat vlucht uit het Noorderland en redt u naar Sion. Terug ook terug dat Noorderland. Dus dat betekent dat er eventueel een moeilijke tijd zou kunnen komen voor het Noorderland. En we wisten nooit hoe dat eigenlijk zou kunnen plaatsvinden. En toen dachten we, nou, we kunnen allemaal ons werk in rust en vrede doen. Hier zie je eigenlijk de kaart van de Oekraïne. En eigenlijk van begin de jaren 90 zijn verschillende christelijke alia-organisaties, waaronder ook Christen voor Israël, met de actie Breng de Joden Thuis begonnen. En hier, in honderden dorpjes en stadjes, brachten we mensen naar de luchthaven en beginnen we naar Kiev. Maar nu kunnen mensen ook vliegen van Odessa of van Dnipropetrovsk of van Kharkov. Zijn er wekelijks vluchten waar mensen kunnen vertrekken. De holocaust in de Oekraïne is ook eigenlijk een stuk een vergeten holocaust. Van 1941 tot 1944 zijn 1,7 miljoen of door de kogel, of baby's en kinderen werden levend begraven. En die liggen verspreid ongeveer in 2000 massagraven, klein en groot. Ik woon in Vinnytsia. Het is ook een provincie Vinnytsia. En daar zijn 325, daar liggen op 365 plaatsen zijn Joden omgekomen. Het zijn tal van massagraven. En precies 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog in 2014 hebben we de revolutie gezien, hebben we de opstand gezien. En bracht er hele moeilijke tijd uit. En zitten we nu in een situatie dat in het oosten, Oekraïne is 16 keer zo groot als Nederland, dat we nu in een situatie zitten dat nu in het oosten, half van de provincie Luhansk, half van de provincie Donetsk, is er eigenlijk een oorlog uitgebroken. En de laatste 2 jaar zijn ongeveer 12.000, meestal soldaten en burgers, omgekomen. En zijn er vanuit dat gebied 1,2 miljoen binnenlandse vluchtelingen ergens naartoe gevlucht. Ergens naar een veiliger plaats in de Oekraïne. Het land is zo groot dat je eigenlijk niet merkt. Maar ook uit het oosten. Ik heb ook nog 3 jaar in Donetsk gewoond, dat is daar. Ik heb er nog 3 jaar gewoond. Dat is ook de stad waar Natasha Ransky was geboren en opgegroeid. En uit dat oorlogsgebied zijn eigenlijk ongeveer 15.000, 17.000 Joden weggevlucht. En in de laatste 2 jaar zijn er 10.000 geïmigreerd of alia gemaakt. En woonden er ongeveer nog 7.000 ergens in de Oekraïne. Die worden door verschillende organisaties ook opgevangen of begeleid. Of mensen proberen hun leven op te bouwen. En er zijn ongeveer, denk ik, nog een 10.000 of 12.000 Joden in het oorlogsgebied aanwezig. En dat zijn mensen die eigenlijk hopen dat het rustiger wordt. En dat hopen eigenlijk allemaal voor de Oekraïne. Maar toen eigenlijk de oorlog losbarstte, was eigenlijk niemand eigenlijk echt voorbereid. Zowel het Joods Agentschap niet, of andere Joodse hulpverleningsorganisaties, of wij als Christen voor Israël. Eerlijk gezegd, we waren er niet op voorbereid. Ja, vlucht uit het Noorderland, dat betekent, oké, bereid je voor, maak je op, vlucht van hier en red je naar Sion. Maar we wisten niet dat die vluchtelingen eigenlijk zouden aankloppen bij onze deur. En toen plotseling kwam het Joodse Agentschap en die vroegen aan ons, oké, hoe moeten we verder? Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog in de Oekraïne, hebben we nu te maken met Joodse vluchtelingen. Hoe moeten we daarmee omgaan? Er was eigenlijk niet echt veel tijd om te bespreken, om te beslissen, om te vergaderen of wat dan ook. We moesten eigenlijk direct in actie komen. En toen hebben we... Het Joods Agentschap komt met het voorstel, kijk, als we hier in het oosten in de Dnipropetrovsk zouden eigenlijk 2 grote opvangplaatsen kunnen huren, waar er plaats is voor 300 Joden
En die dan in eigenlijk alle rust en alle kunnen voorbereiden. En toen hebben we gezegd, ook Christel Vriesel, kijk, daar willen we ook in meegaan. Daar willen we ook aan helpen aan betalen. En vandaar ook dat Natalia eigenlijk ook zegt, van in Kiev hebben we een kleinere opvangplaats waar mensen naartoe kunnen komen. En in ook aan alle rust kijken welke papier ze hebben en alle kunnen maken. En eigenlijk de laatste 2 jaar zit er eigenlijk, dat gaat eigenlijk goed. En hebben dan ook regelmatig ook bespreken met de Joodse agentschap, hoe moet het nu verder, hoe zit de toekomst? Wel, niemand weet eigenlijk de toekomst. Maar onze zorg was eigenlijk dan ook, hoe zit het dan ook eigenlijk met de Joodse vluchtelingen die ergens in de Oekraïne wonen en die hopen om terug te keren naar het oosten? In december 2014, wij kregen een telefoon van de Joodse hulpverleningsorganisatie en die vroeg of we winterkleding hadden en allerlei voedselpakketten. We hadden een grote groep van Joden die ze opgevangen hadden en die daar eigenlijk bleven. Maar ze hadden de middelen niet genoeg om daar die mensen te blijven houden. En er was van alles tekort. En toen hebben we een paar telefoontjes gedaan en dan zijn we dan met een paar busjes naartoe gereden. Toen heb ik ook wel gevraagd aan de verantwoordelijke, mogen we iets vertellen van ons werk? Mogen we iets vertellen van de terugkeer? En die man zei, oké, waarom niet? Dat is goed. Dus we zijn eigenlijk dan in het oosten. Eigenlijk hebben we heel werk opgestart, want hier is er een binnenlandse grens eigenlijk. Je kan het gebied niet in of uit zonder geldige papieren. Dus er is een nieuwe grens in het land dat eigenlijk geen grens is, maar toch wel een grens. Je komt er zomaar niet in en uit. En als je soms niet juist de papier neemt, dan moesten of Joodse vluchtelingen die weg wilden of ze hadden nog de papier niet, die gingen die via Rusland, een rit van 24 uur. Die kwamen dan ergens van Kharkov en die met busjes brachten we die dan verder naar Kiev. En toen zeiden we heel eerlijk tot de mensen, kijk, we leven, we wonen hier in de Oekraïne en we hopen allemaal dat er vrede komt, dat de oorlog stopt in het oosten, dat jullie allemaal terug kunnen. En iedereen dacht, het zal maar een korte tijd duren, 1 of 2 maanden, maar dat is nu 2 jaar al bezig. En ik zei, kijk mensen, we moeten ook realistisch zijn. Oké, jullie zijn hier, je probeert je leven op te bouwen, maar er is geen werk. Je leeft van voedselpakket tot voedselpakket. Teruggaan naar het oosten. Oké, maar wat als die kans op langer of korte termijn eigenlijk nu erin zit? Of, je kan eigenlijk ook zeggen, oké, nu dat we hier toch kunnen zijn, we kunnen ons voorbereiden voor Alia. We brachten onze hulpgoederen. We hadden verteld wat we moesten doen. We gingen terug waar we woonden en deden gewoon voort met ons werk. En die man belde en zegt, ja, kom, ik weet niet wat er hand is, maar heel veel van de vluchtelingen willen nu eigenlijk Alia maken. En wat nu? Ik zeg, wel. Ik zeg, kijk, jij woont in die stad, je hebt toch de contact. Kijk, we kunnen contact maken met de consul in het oosten waar je bent. Ja, want er zijn verschillende consuls waar ik naartoe kan gaan. Ik zeg, je huurt bussen in van Zaporozhye of van andere plaatsen. Mensen, vluchtelingen die willen gaan of anderen die willen gaan, die kunnen hun papieren, paspoorten en wel aanvragen. En dan kunnen mensen zelf de keuze maken of willen ze dan uiteindelijk gaan of niet. Dus er is eigenlijk een heel werk eigenlijk ontstaan onder Joodse vluchtelingen die eigenlijk nog niet wisten hoe en wat te doen. Dus vanaf nu aan, met enkele medewerkers, gaan we altijd naar het oosten. We hebben ondertussen een chauffeur en een busje. En richting het oosten zijn we langzaam aan ons werk aan het uitbreiden. Dus ik kwam terug bij die man. Hij zegt, Koen, zegt hij, ik ben nu toch wel ontgoocheld in je. Ik zeg, ja, wat heb ik nu? Wat heb ik nu misdaan? Ja, zegt hij, mijn zoon en zijn vrouw willen Alia maken. Ik zeg, ja, dat is toch goed nieuws? Maar nee, Koen, dat was de bedoeling niet. De bedoeling was dat wij op het einde met Hans' familie allemaal zouden gaan. En nu wil hij al vertrekken. Maar ik zeg, ja. Ik zeg, we mochten vertellen over Alia aan iedereen die we ontmoeten. Je zoon was toevallig ergens op een avond en heeft het gehoord en vertrek nu. Ja, zegt hij, ja, oké, het is waar. Een paar maanden geleden bezoek hem ook terug. Hij zegt, ik moet je nu horen. Ik zeg, ja, wat is er nu weer aan de hand? Oh, zegt hij, mijn zoon is zo gelukkig naar Israël. En nu kan ik ook langzaam zien, het was een oude man, wat hij zegt, een man ook met heel veel kracht.
En zegt hij, nu, we zijn opgevoed in het communisme, zonder geloof, zonder gebod. Het was verboden, het mocht niet. Maar nu zie ik langzaam wat er eigenlijk is beschreven in de Tenach en dat Oude Testament over die terugkeer. Nu begin ik ook het langzaam te zien. En zegt hij tegen mij, en als de laatste Jood is vertrokken, dan vertrek ik ook. En ik grapte dan even met hem. En ik zeg, ja, ik zeg, als jij als laatste gaat vertrekken, weet je wat er dan gaat gebeuren? Hij zegt, nee. Ik zeg, dan komen er 500 anderen om afscheid van jou te nemen. Waarom is dat? Omdat in het communistische systeem, Joden werden allerlei beperkingen. Mochten niet studeren, mochten niet in bepaalde beroepen doen. Dus vele familienamen werden veranderd, omdat ze toch de ouders wilden hun kinderen goede studies geven of toch wilden dat een bepaald merk. Maar nu met de situatie, nu weten mensen, kunnen ze terugkeren, maar moeten die namen dan veranderd worden met het archief? Natuurlijk, vluchtelingen die uit het oosten komen en die documenten zijn in het archief, dus het wordt voor sommige situaties allemaal moeilijker. Wat is de situatie nu? Toen de oorlog eigenlijk uitbrak, is er heel veel aandacht geweest voor de Oekraïne. En ik moet zeggen, we zijn al zoveel jaren betrokken geweest bij het Aliyah-werk, maar ik denk wel de laatste 2 jaar waren eigenlijk wel de hevigste voor ons allemaal, omdat we nog nooit eigenlijk hadden gewerkt in een oorlogssituatie. En toen, speciaal toen de revolutie uitbrak in Kiev, en toen er eigenlijk werd geroepen, Joden en Russen buiten, toen je jongeren zag lopen met t-shirts, dood aan de Joden, daar zijn er foto's van, toen op synagoge werd er geschreven, we zijn dichterbij dan jullie denken. En toen dacht ik, ja, er komen terug donkere wolken over het land. En we hopen maar dat toch, als het conflict of de oorlog, als het niet opgelost wordt of eventueel nog verergerd, dat toch terug de Joden de schuld niet krijgen. En ik denk eigenlijk, ik ben einde verhaal. Het is... Ik denk, we gaan gewoon door met het werk dat we daar mogen doen. En wat ook heel bijzonder is, dat we ook heel veel plaatselijke christenen proberen te betrekken in het werk dat we mogen doen. En vooral uit verschillende baptistenkerken, evangelische, protestantse kerken, mensen die de Bijbel lezen en die ook lezen, oké, hier staat het zo beschreven. We zien dingen ook voor onze ogen gebeuren. We kunnen och zeggen, och ach, laten we geen acht opslaan, maar laten we toch duidelijk zien de tekenen in de tijd waarin we leven. En ik heb persoonlijk ook me heel mogen ervaren dat Oekraïne is ook een land dat de Jodenvervolging is niet iets van de Tweede Wereldoorlog, is iets van honderden jaren ver. En het zit diep geworteld. En 70 jaar na die Holocaust zag je dat het terug plotseling uit het nieuws, dat het terug opbloeide. Wij wonen in Venetia en ons dochtertje Haya, zij heeft pianoles van een oude, lieve, oude Joodse man. Mijn dochtertje is misschien een beetje zoals ik, nerveus en actie en leven en dit of dat. Maar op een of andere manier, die oude Joodse leraar, pianoleraar, op een of andere manier komt ze tot rust en investeert er hevel in. En ze kan heel goed piano leren. Maar toen in Venetia zelf ook overheidsgebouwen werden bezet. En toen we die nationalistische muziek hoorden. En toen er ook een vlag wapperde. God met ons. Toen dacht ik, is dat 2014? Wat is er aan de hand? Toen zijn we ook naar de rabbijn, naar verschillende Joden geweest. En ik zei, opletten als je zich op straat geweest. En dat is de enige keer dat die Joodse leraar heeft gebeld naar mevrouw en hij zegt, beste mevrouw, deze week zijn er geen lessen in de muziekschool. En u kunt ook wel begrijpen waarom, want die gebouwen die bezet waren, waren heel dicht bij de muziekschool. En dat was ook de ene keer dat we echt ook als familie toch eigenlijk angstig waren. Hoe gaat het nu verder? We hebben leren leven met de situatie. En wat ik ook wil eindigen, dat zelfs in moeilijke tijden is het belangrijk om naast de Joden te staan. Voor degenen die vertrekken en degenen die blijven. Om te zeggen, kijk, wie zijn hier? Als er iets is, bel ons. En we doen het nodige om bij jullie te staan. En op een eenvoudige manier gaan we door met ons werk. En we weten ook, we staan er niet alleen voor.
Heel veel mensen, vooral in Nederland, wat waardeer ik er. Bidden voor ons, weten wat er aan de hand is. We proberen jullie in te lichten via de krant, website, wat er aan de hand is. En ik denk, ik ben er zeker van, we gaan gewoon door met ons werk. En we zien wel wat er terechtkomen. En we voelen ons ook gedragen en geleid door de Heer. En die dit werk eigenlijk uit van bijna niets enorm heeft gezegend. Dank u. Welkom, Svete. Give us thank your story. Thank you. Good evening, dear friends of Israel. Goedenavond, goede vrienden, lieve vrienden van Israël. Everyone of us, everyone of someone who knows what you are doing. If I tell about your work in Israel, first people just are so amazed they cannot believe. Als ik wat vertel van wat jullie allemaal doen aan mensen die er in Israël nooit van gehoord hebben, dan zijn ze echt verbaasd. And then first we met with many of you. 2 years ago on first family days. 2 jaar geleden hebben we velen van u ontmoet op de paar familiedagen. And then when I came back to Israel, I showed the pictures with many of you and I told so much about you to my friends. Toen ik terug was in Israël heb ik de foto's laten zien en ik heb zoveel van jullie verteld aan mijn vrienden in Israël. And people in Israel, just many, many of them, told me please. Say thank you to these people that have so much heart to Israel. En deze vrienden in Israël hebben tegen mij gezegd: alsjeblieft, vertel tegen de mensen die zoveel hart voor Israël hebben dat we ze danken. This is so precious for us that to know that we have friends all over the world. Het is zo kostbaar voor ons dat we weten dat wij vrienden over heel de wereld hebben. And especially in these hard moments when also in Europe terrible things happen. Please know that you also have friends overseas. En nu er ook in Europa zo veel moeilijkheden zijn, moeilijke tijden, weet alsjeblieft dat je ook veel vrienden in Israël hebt. But I wanted to start my talk with a small presentation. Ik wil graag een kleine presentatie geven. So this here you see picture two pictures of two Jewish families in the start of 20th century. Twee Joodse families, een foto van twee Joodse families begin van de 20e eeuw. So but there are this man and this girl, they survived Holocaust. Die twee die ze aanwees, dat zijn de enige van hen die de Holocaust overleefd hebben. And this is a miracle, I think. Dat is echt een wonder, denk ik. Because they were my grandparents. Dat waren mijn grootouders. So that I have this honor to stay and to talk to you, this is a miracle. Ik heb de eer om hier te staan en tegen u te spreken, dat is echt een wonder. And these are my grandparents. Just after the World War II, just after the catastrophe, as we name it, together with their small daughter. This is my mom. Mijn grootouders na de catastrofe, na de grote ramp, met mijn moeder. Yeah. My grandfather and my grandmother lived in Lugansk here. Ze leefden in Lugansk. And now my mom lives in Kherson, which is here. Mijn moeder leeft nu daar, woont nu daar. You know, 2 years ago when the war started, as Koen told, all this region got blocked. 2 jaar geleden, toen, zoals Koen vertelde, de oorlog begon, is heel deze regio afgesloten. Now, my grandfather had his exhibition this year. Mijn grootvader had een tentoonstelling dit jaar. But no one could visit it. Maar niemand kon daar op bezoek komen. Because the town is closed. Omdat de stad is afgesloten. But on the really terrible days of the war, when the rockets fell on the houses of many people in Ukraine, in this city of Lugansk. Echt de moeilijkste dagen van de oorlog, toen de raketten, de bommen neerkwamen op de huizen in Lugansk.
Christians for Israel came to the house of my aunt and they brought her to the safe place. Kwamen christenen voor Israël naar het huis van mijn tante en ze brachten haar naar een veilige plaats. They brought her to Kiev and from there she spent some days there in the shelter and then she went to my mom to the south of Ukraine. En ze bracht een paar dagen door. Ze bracht haar dus naar de shelter waar Natalia over verteld heeft. Ze bracht haar daar een paar dagen door en daarna bracht Koen haar naar het zuiden naar haar moeder. Now she is back to Lugansk, but I do pray for her and for my mom to come to make this decision and to come to us to Israel. Zij is nu terug naar Lugansk, maar ik bid voor haar en voor mijn moeder dat ze het besluit zullen nemen om bij ons naar ons in Israël te komen. And now Christians for Israel also support my aunt, which is all alone there in the Oost-Ukraine war region. Christen voor Israël ondersteunt u ook mijn tante die helemaal alleen woont in het oostelijke oorlogsgebied in de Oekraïne. You know, there is no even one single bank that works with in this war region now. Er is zelfs geen enkele bank die werkt op een normale manier in deze oorlogsregio, oorlogsgebied. So you cannot just all the simple things as I don't know bread and rice. You cannot get it so easy. De meest normale dingen zoals brood en rijst bijvoorbeeld kun je helemaal niet zo makkelijk krijgen. So this food parcel for my aunt, it was a real miracle. Het voedselpakket dat mijn tante kreeg was echt een wonder. Yes, so first of all I stay here as a result of work of Christians for Israel. Dus ik sta hier eigenlijk als resultaat van het werk van Christenen voor Israël. Because someone who brought me to Israel 4.5 years ago. Iemand bracht mij 4.5 jaar geleden naar Israël. Was a driver of Christians for Israel. Dat was een chauffeur van Christenen voor Israël. Probably you hear this story already from me. Misschien heb je het verhaal van mij al eens een keer gehoord. That we went to Israel, we went home, me and my daughter that was 1.5 years old. Wij gingen naar huis, ik en mijn dochtertje van 1.5 jaar oud. On the 11th of November 2011. 11 november 2011. This is my grandmother, this is Esti, and this 11, 11, 11. Yes, 1.1.1. This is just a chance, I didn't make it up. And so we went to Israel and actually I was a very difficult case because I didn't have any relatives and I didn't have any friends in Israel. So where should I go? Single mother with a small child on the hand. Ik had geen families, geen verwanten, geen bekenden. Waar moest ik heen? And the program that adopted me, that received me, was First Home in the Homeland. Het programma dat zich over mij ontfermde was First Home in the Homeland, het eerste thuis in het vaderland. And we spent there in this program, me and Esti, 2 years. Ik en Esti, dus haar dochtertje, brachten 2 jaar door in een kibbutz van dat programma. Which means we were received by in the kibbutz and we had an opportunity to study Hebrew there and Esti was in the kindergarten. Dus we waren in de kibbutz en ik had de gelegenheid om Hebreeuws te leren en Esti was op de kleuterschool. Op. Yes. So this is how the life of the children in the kibbutz looks like. Zo ziet het leven van de kinderen in de kibbutz eruit. And this is how the life in the Negev desert looks dat is like. De Negev-woestijn, daar ligt die kibbutz. Because we lived in the Negev desert, which is here. Dus in de buurt van Beersheva. And I see here many faces of people that already visited us in the kibbutz. Ik denk dat veel mensen hier ons al in die kibbutz bezocht hebben. And someone who didn't do it still is very, very welcome to reach us there. En iemand die het nog niet gedaan heeft, wel, u bent van harte welkom ons daar te ontmoeten. Of course, you have to decide for yourself. First you go to Ukraine to help Koen, or first you go to us. Dus je moet een beslissing nemen. Ga je eerst naar Koen om hem te helpen in de Oekraïne, of kom je het eerst bij mij? Yes. Exactly.
But 2 years ago, things really changed because when the war really started in Ukraine. 2 jaar geleden veranderde er echt van alles toen de oorlog echt losbarstte in Oekraïne. Probably some of you remember that last time I told you that I found a really good job as a secretary of a lawyer and I moved to the center of the country. Misschien weet iemand van u nog wel dat ik de vorige keer heb verteld dat ik een baan vond bij het kantoor van een advocaat in de buurt van Tel Aviv. But suddenly I got a call from Helena Kowarski that also was here 2 years ago. Ik kreeg een telefoontje van Helena Kowarski, die was hier 2 jaar geleden, om over dat programma te vertellen, waar sommigen van jullie misschien ook wel bij. Dus ik kreeg een telefoontje van haar. She's the director of the program First yes, Home I told. In the Homeland. And so she told that now she cannot cope with all this number of Olim that are coming from Ukraine and from other countries now. Dus ze belde mij op en vertelde mij dat ze niet uit de voeten wist te komen met al die nieuwe Olim vanuit Oekraïne en andere plekken die daar kwamen om dit programma mee te maken. And so if I would agree to put everything aside and to move again to the south and to be a part of the program First Home in the Homeland and to help her, she would be very glad. Ze zou heel erg blij zijn als... God bless you. Gezondheid. Als ze alles achter zich zou willen laten en terug zou kunnen keren naar de Negev om haar te helpen in dat programma First Home in the Homeland, het eerste huis in het thuisland, het vaderland. And of course I did with pleasure, because it's more than work, it's it became my life. Ik deed dat graag, het is meer dan werk, het werd eigenlijk mijn leven. We work now with 44 kibbutzim all over the country. We werken nu met 44 kibbutzim over het hele land verspreid. Yes, many people are coming now from different reasons, from different countries. Veel mensen komen nu om verschillende redenen vanuit verschillende landen. And we help them to find their first home in the homeland. En we helpen ze om te vinden hun eerste huis in het vaderland. Thuis. You know that 3 years already Christians for Israel support our program. Christen van Israël steunt dat programma al een aantal jaren. Because about 4 years ago the program was about to be closed. 4 jaar geleden stond men op het punt om te stoppen met het programma. But then Christians for Israel decided to fund it and practically saved us. Maar toen heeft Christen van Israël besloten om het te financieren en ze hebben ons eigenlijk gered. So thank you once more for this decision. It's every new Olim that is coming now knows that he is blessed not only with the help of Jewish agency, but first of all with the help of Christians for Israel. Dus nog een keer dank u. Alle nieuwe Olim die komen weten dat zij geholpen zijn, niet alleen maar door het Joodse agentschap, maar ook door christenen. But what we actually do with Olim when they are coming to the kibbutzim? Maar wat doen we precies met die nieuwe Olim als ze in de kibbutzen komen? First of all, kibbutz is... Hoe werkt dat? Kibbutz is a small community that was built, most of the kibbutzim were built 60 years ago by people that were olim 60 years ago. De meeste kibbutzim zijn kleine gemeenschappen, dorpen. De meeste van hen zijn 60 jaar geleden of al langer geleden gesticht door nieuwe Olim van die tijd. So these people they know from inside what it means to be a newcomer. Dus deze mensen weten van binnenuit wat het betekent om een nieuwkomer te zijn. So they really accept us to be their family. Ze ontvangen ons echt en accepteren ons om hun familie te zijn. All the program is actually held by volunteers. Het wordt allemaal uitgevoerd, dat programma, met vrijwilligers. All these people from different kibbutzim that middle of the night they stand up and receive people that
Al deze came mensen from different parts in of the die world. Verschillende kibbutzim staan desnoods midden in de nacht op om nieuwe bewoners in de kibbutz te ontvangen. So every year we receive many families with there are many of them are families with children that want to come and to live in the kibbutz. Wij ontvangen dus elk jaar veel families, vaak zijn het families met kinderen die graag in de kibbutz willen leven. What they do, they first of all they they receive place to stay. Om te beginnen krijgen ze natuurlijk een plaats om te verblijven. They, their children get place in the kindergarten or school. Kinderen gaan naar de kleuterschool of de school. And of course they receive a very very warm welcome. Zij ontvangen een heel warm welkom in de gemeenschap. So they can focus on Hebrew. Ze kunnen zich dus helemaal focussen op Hebreeuws. 5 months. 5 days a week, 5 hours a day. 5 maanden, 5 dagen per week, 5 uren per dag taalstudie. So this is a really, really, really hard work. Dat is echt hard werk. But we believe that this can give them a boost for all their future life in Israel. Maar we geloven dat ze dat echt een inspiratie geeft voor de rest van hun leven. Oi. Anyway, so but and after these people finish the program, many, many, many of them get good professions and good jobs and. Nadat ze dus die taalstudie hebben afgerond, krijgen vele van hen hele goede banen in de maatschappij. And of course, you can read about them. Many stories. We now started to publish their stories of new Olim in the newspaper of and on the website of Christians for Israel. U kunt de verhalen lezen, want we zijn begonnen met het publiceren van die verhalen in de krant en op de website van Christen voor Israël. I think it's a very good project, but also very risky. Dus ik denk dat het een heel goed project is, maar ook riskant. Because now we published some stories of people that just got to the kibbutz. We hebben nu een paar verhalen gepubliceerd van mensen die net naar de kibbutz gekomen zijn. So we don't really know if their story will be successful. We weten natuurlijk niet van tevoren of hun verhaal echt succesvol zal zijn. So we invite all of you to follow with us. What will happen with these people that just got to the kibbutz and after 6 months or after a year and after 2 years you will have an opportunity to read and with us. Dus we willen graag jullie uitnodigen om deze te volgen, de verhalen te volgen en na een paar jaar kun je misschien het resultaat met ons zien. And of course, if you come to Israel, you are very welcome to visit one of the kibbutzim or many. Natuurlijk, als je komt in Israël, ben je heel welkom in een van die kibbutzim te bezoeken. So as I said, we work with 44 kibbutzim all over the country. Dus 44 kibbutzim over het hele land verspreid. And probably if you got some tours over Israel and you want to hear some testimonies of people that made Aliyah, you can just write us or got to know some to some. Dus als je een tour maakt door het land en je zou zo'n kibbutz willen bezoeken, dan kun je ons schrijven of via hier het kantoor contacten leggen. Thank you very much for your attention. Dank u voor uw aandacht. Oekraïne, een land verscheurd door oorlog. Kerken en dorpen, zelfs families en vriendschappen zijn ruw uiteengetrokken door het conflict. Alle nuance lijkt verdwenen in dit land dat gebukt gaat onder armoede, corruptie en antisemitisme. Vele duizenden Joden besluiten hun toekomst elders te zoeken en vertrekken naar Israël. Christen voor Israël zet zich al 20 jaar met hart en ziel in voor de Joden in Oekraïne. Koen, jij bent al 20 jaar volgens mij hier actief in Oekraïne. Kan je vertellen wat je hier precies doet? Wel, wij helpen eigenlijk op een hele praktische manier bij het Aliyah of de terugkeer van de Joodse mensen, van de Joden uit de Oekraïne naar Israël. En wat houdt dat in? Dat houdt in gratis busvervoer naar de ambassades en dan aan de luchthaven. En ook voordien helpen met documenten, betalen van paspoorten. Dus heel hun voorbereiding eigenlijk op een praktische manier helpen.
De terugkeer gaat altijd in golfbewegingen, volgens de situatie waar de Joden zich bevinden. Dus we hebben nu een hele spannende en moeilijke tijd in de Oekraïne, of met de oorlog in het oosten, met de revolutie. Dus dat heeft wel een enorme terugkeer teweeggebracht. En zijn er vorig jaar meer dan 7000 Joden uit de Oekraïne vertrokken, waaronder meer dan de helft vluchtelingen uit het oosten. Такой поверье, я знаю, что во всем виноваты евреи. Если говорят, если в кране нет воды, значит выпили жды. И корни антисемитизма лежат, на мой взгляд, в первую очередь в зависти. Als je ziek of oud bent, dan ben je volledig op jezelf aangewezen. De overheid helpt nauwelijks en de oorlog heeft de situatie alleen maar verergerd. Sinds de relatie tussen Rusland en Oekraïne is verslechterd en de gaskraan dichtgedraaid, zijn de energieprijzen enorm gestegen. Met winters waarin het soms min 40 graden wordt, betekent dat een regelrechte catastrofe. De lokale munt, de grivna, is in 2 jaar tijd maar liefst 60% in waarde gedaald. Een ramp voor de plaatselijke economie en de armste gezinnen worden hiervan de dupe. We komen net bij Karel en Maria vandaan, een oud echtpaar die ook echt in erbarmelijke omstandigheden hier in een klein flatje wonen. En ja, de omstandigheden waar ze aan wonen, het huis is vies, ze zijn onverzorgd. En dat is niet omdat het ze niks kan schelen, maar gewoon omdat ze de energie niet meer hebben om zelf het huis schoon te maken. Om zelf nieuwe kleren aan te doen. Maar we gaan dus door met het geven van de hulp, van het geven van de voedsel, het geven van liefde, bidden voor deze mensen. Elk jaar deelt Christen voor Israël 15.000 voedselpakketten uit aan arme Joodse gezinnen die het zonder onze steun niet zouden redden. Veel Joden besluiten juist nu om naar Israël te gaan, om daar een nieuwe toekomst op te bouwen. Would you like to go and live in Israel? Yes. Yes. Why do you want to go there? Мне там нравится, там очень хорошо, там нету войны. Тут как бы страшновато. Samen met het Joodse agentschap brachten we in de afgelopen jaren vele duizenden Joden vanuit Oekraïne naar het beloofde land. So, this moment to have strong allies in the Christian world, in modern world, who say we are with you, it is right, we will do our best to help you and to defend you. It's extremely important. It's important emotionally, spiritually and also practically. We hebben een toegewijd team. We zijn goed voorbereid op allerlei situaties, vooral in de laatste 2 jaar. Ja. En we gaan door met ons werk. En ons werk hangt niet af van één persoon. We hebben toegewijde medewerkers. Mm-hmm. En iedereen weet wat hij wat moet doen. En we willen tot zegen zijn. Ja. Op een praktische manier voor het Joodse volk op weg helpen naar het beloofde land. Hoeveel Joden heb jij al in totaal naar de luchthaven gebracht? Ik had het eigenlijk moeten bijhouden. Ja, dat is leuk. Dat is, ja. Ongeveer. Je mag er 100 naast zitten. 20 jaar breng je Joden thuis. 1000 per jaar. 20, 25.000. Jij persoonlijk? Ja. Wauw. Ja. Misschien iets meer. Misschien iets meer. Nou, dat misschien kan me niet meer. Verbazen met jouw energie. Oké. Okay. De komende jaren hopen we met uw steun door te gaan met het helpen van Joodse gezinnen. Na 2000 jaar ballingschap mogen ze eindelijk thuiskomen in het land Israël. Maar nog veel Joden in Oekraïne wachten op de mogelijkheid om te kunnen vertrekken. U kunt meehelpen. Voor €135 maakt u het mogelijk voor 1 Joodse persoon uit Oekraïne om te vertrekken naar Israël. Helpt u mee?